De uitdaging was om op een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke en visuele manier de operaties van een productieorder te kunnen weergeven en opvolgen. En om vanuit dat visueel diagram te kunnen navigeren naar de verschillende transacties. De oplossing was dat we via een ladderdiagram niet alleen productieorders zouden kunnen visualiseren, maar eigenlijk voor elk type van proces en dat het ook naar de cloud zou kunnen gebracht worden. We hebben een component in de frontend via SAP UI 5 gemaakt dat werkt op basis van een objecttype en object-ID. En in de backend koppelen we een adapter aan waar de logica staat voor het ophalen van de informatie. De effort in de frontend is minimaal en we kunnen vanuit de backend het hele diagram sturen naar onze wensen. De oplossing is gemakkelijk uitbreidbaar en ook onderhoudsvriendelijk. De component zelf kan opgeroepen worden vanuit andere transacties en apps om een extra visueel karakter aan te bieden van het proces of entiteit. De klant ziet voor elk order de stand van zaken over alle operaties heen op basis van gekleurde blokjes. Hij kan gemakkelijk doorklikken naar meer gedetailleerde informatie betreffende de operatie. De gebruiker ziet in één oogopslag de afhankelijkheden van zijn operatie, de sequenties en terugkoppelingen. Voor orderopvolging is dit een enorme meerwaarde. Daarnaast is de oplossing zodanig gebouwd dat we deze kunnen inzetten voor andere processen door adapters bij te bouwen.